Speciale aandacht vandaag, niks ten nadele van al die andere schutteringen, maar ook natuurlijk moet Sint-Joseph van Merkelbeek aanwezig zijn. De organiserende schutterie, en als je die schutterie daarachter ziet staan en je kijkt nu van hij af allemaal naar rechts of naar links, dan kost er een kopie zien van de grote schutterie die hij stond. Het is werkelijk ongelooflijk hoe ze dat in elkaar gefrusteld hebben. Tabouwetris Dilano Driessen, niet alleen lid van de schutterie, maar 2 weken kleine Cezeknaap, volgens mij ook nog Nederlands kampioen solist, kleine trom geworden in de jeugddivisie. Maar nu mag de trom niet roeren, nu moet er de tabouwetrisstek hanteren. Commandant is Iris Linders, het koningspaar wordt gevormd door Renzo Reinders en Jardena de Jong. En als we goed naar de geweren en sabels kijken van de schutterie, zien de lieve heersbeestjes opgeknutseld. Een geweldig symbool. Het is een teken tegen zinloos geweld en tegen pesten. En met name dat laatste komt helaas nog heel vaak voor, en met name in deze categorieën. Dit teken van de lieve heersbeestje komt een opdruk in het vaandel en de logo van Sint-Jozefschool. Sint-Jozef Merkelbeek. Dat was Merkelbeek.